ik heb nou 1/3 van het leven van de club mee mogen maken. Ik ben er 15 jaar bij, maar waarschijnlijk 46 jaar te bestaan. En Miep Fransen, Miep Solleveld Fransen, die is nog steeds lid, erelid. Dat was een van de oprichters. Het is begonnen als een wijkclub. Die wijk was nieuw in 1972 ongeveer. En toen hebben mensen gezegd, ja, we willen ook elkaar ontmoeten. En leuke en nuttige dingen doen. Dus ja, toen is de club ontstaan. Ja, dat was wel een beetje een verrassing, want ik was er ook misschien niet helemaal klaar voor in mijn gedachten. Ik was pas 2 jaar lid van de club. Maar Harry Kleine, die ik een geweldige voorzitter vond, die kreeg het veel te druk met zijn werk. En er waren een paar clubleden die vonden dat ik dat wel moest kunnen. En dat is op zich vleiend natuurlijk, hè, want we zijn allemaal een beetje ijdel. Dus ja, toen werd ik daarvoor gevraagd. En toen ben ik er ook met heel veel enthousiasme ingedoken, moet ik zeggen. Want ik vond het eigenlijk wel achteraf wel fijn dat ik maar 2 jaar lid was. Want als je pas ergens bij bent, heb je allerlei frisse ideeën. En dan neem je ook dingen waar die je op den duur voor lief gaat nemen. Om een voorbeeld te nemen. De gender exposeert in lijsten van 40, zwarte lijsten van 40 bij 50. Toen dacht ik, ja, waar is de creativiteit? En kijk waar we nu zijn. Nou, ik had goed contact met Hans Soete in de tijd. Ook geweldig, iemand die heel veel gedaan heeft voor fotografie in Eindhoven. En die had net een cursus op de plank liggen. Spraakmakend exposeren. Nou, wat er dan met je gebeurt is echt geweldig. Ik term maar nooit voor het lezen van de ruimte. Daar begint het mee. Je gaat een expositie bouwen, het lezen van de ruimte. Ja, geweldig. Ja, wij zijn zeer gezegend wat dat betreft. Het is nu niet precies de helft, denk ik, maar we hebben toch behoorlijk wat vrouwen. En dat vind ik ook uitermate belangrijk. Want ja, ik vind het vooral interessant in de fotografie, de psychologie, de betekenis en allerlei dingen. En ja, het is misschien heel stereotyp en fout wat ik zeg, maar ik neem het gewoon waar. Want ik heb zelf in technisch onderwijs gezeten, daar hadden we helemaal geen vrouwen. En dat is in Zuid-Europa bijvoorbeeld heel anders. Maar nu zie je hier ja, minder accent op de techniek. En ja, dat is ook een discussiepunt in de club. Laten we het meer hebben over betekenis en wat het doet met mensen. Mijn insteek was om de Chinese vijf elementen te maken. Maar ja, dus dat werkt met kleuren en met emoties. Maar daar heb ik een hele worsteling mee gehad en ja, toen heb ik bepaalde dingen gewoon losgelaten en toen heb ik er 2 emoties nog uitgekozen en die heb ik gebruikt. Ja. Er is op het moment een geweldige boost om samen op pad te gaan. Dat is een tijd heel moeilijk geweest en ik ben heel blij met de huidige ontwikkeling. We zijn nu regelmatig samen op pad en dat kan ook zijn rond een techniek, bijvoorbeeld avondfotografie was nu weer even actueel en dan ga je ook met een clubje op pad. Maar verder hebben we natuurlijk de normale bespreekavonden, dat is om de 14 dagen. Maar dan hebben we wat wij noemen een ronde tafel, dat is eigenlijk een avond over techniek. En dat is ook omdat niet iedereen is even geïnteresseerd in de techniek. Je wordt bij ons helemaal niet gedwongen om ergens liefhebber van te zijn. Wij beschouwen alle mensen als autonome amateurkunstenaars. Want 15 jaar geleden, toen ik binnenkwam, toen had eigenlijk iedereen al de slag naar digitaal gemaakt. En ik geloof dat ook bijna iedereen al met zijn doka gestopt was. Wat heel grappig is natuurlijk dat je nu weer een opnieuw een survival ziet. Van, net als dat mensen graag met hun handen werken, voelt dit ook zo. Daar kun je natuurlijk enorm diep op ingaan, dit onderwerp. Het is best wel een complex onderwerp. Maar waar het op neerkomt, is dat we op dit moment gereedschappen hebben waar vroeger de professionals niet van konden dromen. En dat de creatieve mogelijkheden die we nu hebben met behulp van software zijn natuurlijk oneindig. Dus ja, dit is zo'n grote stap voorwaarts geweest. Dat is niet te onderschatten, denk ik. Je kunt hier een blikwerp, een beeld krijgen van de lezing. Een club wordt gemaakt door de leden. En
Het gaat er ook, gaat er niet alleen wat de leden halen, maar ook wat de leden brengen. He, dus je hebt gewoon door de tijd... Wij hebben, ben ik best wel geluk dat wij veel interessante mensen bij elkaar brengen. Maar ik heb hoog respect voor een aantal andere clubs. En ik kan ze niet allemaal bezoeken, je tijd is beperkt. Maar bijvoorbeeld het Karregat of voor het club Waal. Er zijn er verschillende waarvan ik denk, ook petje af. Als je ook op veel andere plekken gaat kijken wat daar allemaal gebeurt. Daar haal je enorm veel uit, ook voor je eigen persoonlijke ontwikkeling. Maar ook voor het begrijpen van het hele gebied van de fotografie en wat daar al niet mogelijk is. Dus daar gaat een enorme stimulans van uit. Dus ik probeer regelmatig andere clubs te bezoeken. Maar probeer ook vooral allerlei lezingen en andere activiteiten. Want niet alles is ook fotobond. Hè? Je hebt ook een natuurfotografenvereniging. En die hebben ook een paar keer per jaar hebben die een openbare lezing. Nou, echt top. Topsprekers zie je daar. Ja, als het over nieuwe technieken gaat, dan refereer ik graag even naar ons oudste lid, Martien Leenders. En die is al een aantal jaren in de 80. En die is geweldig bedreven met Photoshop. Dat was oorspronkelijk zeg maar, een landschapsfotograaf die echt die kunst tot in de finesse beheerste. Maar die nu ook allerlei leuke experimenten doet. En die wijst ons vaak op het volgende. Wij maken beelden. En wat betekent beelden? Dat kan ook videobeelden betekenen. Of misschien kunnen we zelfs dingen met 3D. We kunnen dingen printen, weet ik wat. Dus toen we een jubileum tentoonstelling hadden, bij ons 40-jarig bestaan, toen heb ik verschillende kunstenaars uit de wijk binnengehaald. Hoe verrijkend kan dat allemaal zijn? Ook in subsidieland willen ze graag dat we samenwerken. Dus ik denk dat er oneindig veel interessante mogelijkheden zich gaan voordoen. En natuurlijk moeten we onze kern blijven zoeken. Waar willen wij ons graag mee bezighouden als club? Maar het zou me niet verbazen als daar hele interessante nieuwe mogelijkheden bij komen. In mijn ogen gaat het om, want het is natuurlijk een performance, een tentoonstelling. Het gaat erom dat de mensen die dat bezoeken, dat die daar maximaal van kunnen genieten. En mooie uitlichting op een foto, ja, een foto heeft zijn helderheid door het papier wat erachter, het wit. Dus het straalt niet zoals een beeldscherm, dus je moet belichten. En dan moet je dat andere voor lief nemen. Want iemand brengt een foto mee omdat hij daar heel erg blij mee is. Ja. En dat moeten we nou eens heel serieus gaan nemen. Dus je kunt heel geëmotioneerd zijn over iets wat je zelf gemaakt hebt. Daar kun je trots op zijn, kun je denken, oh, dat vind ik echt fijn dat ik die foto heb. Ja? Een ander verhaal is of dat niet nog veel beter gekund had. Nou gaat het erom wat de ambitie is van iemand. Als jij de ambitie hebt om daar nog iets veel beters van te maken, dan is het, en anders moet je ook niet bij een fotoclub zijn, denk ik, dan is het natuurlijk prachtig om allerlei suggesties te krijgen. Zo gaat het ook. Bij ons is het fotobespreken tegenwoordig begint met op welke wijze wil je graag dat die foto besproken wordt. Die ziet er wel heel duidelijk in. Moet ik wel zeggen dat ik een beetje een duistere emotie zie. Ik zie, het is een dubbelbeeld, ik zie links, rechts donker figuur. Er zit een beetje, als ik naar beneden kijk, neergeslagen. En dan met verbaasde ogen, dus het zou wat angst kunnen weergeven. Maar je kunt ook zeggen van ja, ik heb problemen met scherpte. Of ja, dus als je close-up hebt van bijvoorbeeld een bloem. Dus je krijgt allerlei hints. Maar nog veel belangrijker, en dat heb je net ook genoemd eigenlijk, is natuurlijk welk standpunt dat je inneemt. En als je leert om andere standpunten in te nemen, en dat gaat eigenlijk over tijd nemen voor een foto maken, dan kun je plotseling een sprong maken in die fotografie. En dan krijg je wel beelden die mensen dachten al gezien te hebben, maar zo hebben ze het nog nooit gezien. En ik ben dus ook helemaal niet bang voor een gebrek aan mogelijkheden wat dat betreft. We kunnen wel menen dat we een foto gezien hebben. Natuurlijk heb je van een bepaald genre heb je er veel gezien. En natuurlijk zijn die niet interessant. En die zie ik ook niet graag op een tentoonstelling. Maar de mogelijkheden om leuk bezig te zijn, waarbij je juist fantastische nieuwe dingen toont, zijn eigenlijk nog steeds gelukkig oneindig. Dat is het mooie van dit vak.